Dag beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Pad met Ad. De Keltische sferen zijn teruggekeerd in de Biesbos hier in Dordrecht. Want in dit weekend vindt de tweede editie plaats van het festival Elum. En als u houdt van fantasy, van gothic, van de middeleeuwen, van ridders, et cetera, en ook van cosplay, blijf dan kijken. Meneer, is het de eerste keer dat u dit festival bezoekt? Dit specifieke festival wel, ja. Wat bent u? Bent u een viking? Nou, ik ben aan het aankopen om de viking outfit compleet te maken. Oh, echt? Ik heb deze net aangeschaft, dus. Ja, en wat moet er nog meer komen voor de outfit? Een mooie bijl hoort erbij en verder accessoires. Maar gaat u die vandaag hier kopen? Ik denk het niet. Dit was al een uitgave. Zal ik een crowdfundingsactie opstarten voor u? Crowdfundingactie speciaal voor mij? Ja. Dan kunt u dat allemaal gaan kopen. Hij kan ook zelf sparen. Dat komt wel goed, denk ik. Maar kijkt u uit naar een festival? Castlefest, altijd leuk. Heerlijk. En ga je naar meerdere festivals toe? Jellum, Castlefest. Elfia meest niet echt, maar er zijn er wel meer. Ja. Ja, en is een van deze dames, is dat uw vrouw? Of, dat bent ben u. Ik. Dat ben ik. En u bent een, ja, vertel het maar. Ja, een soort heks, tovenares-achtig iets. Ja? Ja, magisch. Nou, u mag mij ook betoveren, hoor. Oh, dan zeg ik waar hij bij staat. Dat moet ik niet doen. Hé, hey, pas op. Ja, maar wat verwacht u van een festival? Ik verwacht een hele hoop leuke winkeltjes. Heel veel creativiteit, mooie kostuums, dansen, muziek. Ja? Ja. En maak je hier nou heel snel vrienden? Ja, zeker. Ja? Is het een hele ontspannen sfeer? Zeker, ja. Ja, echt wel. Als je gaat dansen, vind je zo mensen die jou een dans willen uitleggen als je hem niet weet. Je kan iedereen aanspreken en het is altijd gezellig. Als je in de rij staat te wachten, kun je ook gewoon altijd met de mensen voor je praten. Het is echt, echt gewoon heel gezellig. Dames en heren, toen ik jullie zag staan, dacht ik van hier zien we de moderne uitvoering van de Smurfen. Ja, daar zijn wij. Daar zijn wij. Ja? En de vraag is, kunnen jullie door een waterkraan? Dat kunnen wij ook. Echt waar? Ja, dat is echt. Nou, ik zou zeggen, doe eens voor. Ja, ik heb hem hier nog niet gevonden, maar als ik hem zie, dan roep ik je even. Maar mag ik vragen, wat beelden jullie uit? Wij zijn bepaalde karakters die wij op een LARP aan het spelen zijn. Op en, een? LARP, live action roleplaying. Live action roleplaying. Ja, dit zijn de karakters die wij op die LARP event spelen. Ja. Dus wij dachten, wij nemen het lekker mee naar Elum. Ja, en, want er lopen hier allerlei verschillende mensen rond. Hè? Middeleeuwen, cosplay, fantasy. Welke groep zijn jullie? Ja, even opnoemen. Balvolk, LARP, Keltkast, festival, standhouder, van alles. Oh, nou, hier raken mijn kijkers dan in de war, hoor. Dat is allemaal vakjargon. Een heleboel verschillende dingen en die groepen mixen lekker. Dat is gewoon leuk. Ja. Dus iedereen is vrienden van iedereen, dat is wel mooi. Ja. Er zit niks in, zeker? Hij is leeg. Hij is leeg? Ja, dat is jammer, hè? Ja, dat is jammer. Maar wat zit er bij u in? Is het alcohol of... Ja, dat is honingbier. Honingbier? Ja. Dat heb ik nog nooit van gehoord. Nee, dat is wel heel lekker. Mag ik eens ruiken? Ja, hoor. Ja, ik ruik niks. Je ruikt niks? Nee. Het is heel zoet. En is het nou fijn om hier te zijn, onder gelijkgestemden? Ja, ik vind het wel heel prettig. Het is een hele gezellige, gemoedelijke sfeer. En dat maakt het gewoon heel fijn. Ja, en heeft u het ook een beetje nodig, die escape? Want ik denk dat dit ook een soort escape is. Een escape? Nou, ik vind uit het niet de realiteit. Echt een escape, hoor. Maar ik vind het niet echt een escape. Ik vind het gewoon... Wat is het dan voor u? Voor mij is het gewoon, ik noem het altijd een verkleedfeestje. Ja? Maar af en toe is gewoon niet jezelf zijn is natuurlijk wel heel fijn. Maar of het echt een escape is, weet ik niet, hoor. Dat ben ik niet over eens. En de mensen in uw omgeving, die weten dat u zich zo verkleedt? Ja. Wat zijn dan de reacties? Die vinden dat superleuk. Ja. Ja, echt superleuk. Maar is dit het? Heeft u meerdere kostuums? Ja, ik heb thuis? Meerdere kostuums. Want nu bent u een soort, wat is het? Piratenvrouw? Ja. Ja. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag je zo zeggen, ja. 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 En hoe ziet de dag er verder uit vandaag? Want nou, wat doe je beetje... op zo'n festival? Neem mijn kijkers ook eens mee op een dag als deze. Nou ja, wij zijn hier echt voor het gezellige winkelen, lekker eten, wat drinken, luisteren naar de muziek. En vooral gewoon gezellig met elkaar een dag ons vermaken. Ja. Dus het is echt wel, met een vriendengroep gaan we meestal hierheen.
En vandaag met een klein delegatie. Waar komt u vandaan? Wij komen uit Den Haag en Leidschendam. Den Haag en Leidschendam. Ja. Oké, maar jullie reizen ook het hele land door voor een diverse festivals? Wat we leuk vinden gaan we doen, maar het is niet zo dat we elk weekend dit doen. Nee, nee. Dat niet. Nee. Oké. En ik zie meneer, het leven is ook goed voor u, hè? Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Absoluut. En u, hoe ziet uw dag eruit? Hetzelfde als mevrouw? Of, Hetzelfde als mijn vrouw, overigens. Oh, is dat uw vrouw? Ja, dat is mijn vrouw. Oké. Okay. Nee, we komen gewoon voor de gezelligheid. En wat zo leuk is, iedereen is hier anders. Dat zijn we in de normale maatschappij natuurlijk ook. En daardoor zijn we allemaal gelijk. En dat is zo lekker bij dit soort festivals. Oké, okay. Ja, want het woordje Elam, ja, ik zeg het ook maar even verkeerd, dat betekent samen. Samen. Nou, inderdaad. Ik wens jullie een mooie dag. Ja, dank u wel. Dankjewel. Olaf, jij bent een van de, of de organisator van dit festival. Ik ben niet de organisator, want ik heb ook nog een compagnon. Wij zetten dit met z'n tweeën in de basis echt als organisator op, ja? Maar we hebben ook nog een crew erachter staan. We hebben drie... Oké, er doen meer mensen mee. Ja, we hebben drie echte toppers van coördinatoren erbij staan. Maar we hebben ook nu een heel team van vrijwilligers erbij staan die hier opbouwen, afbreken. Hoe spreek ik nou de naam van dit festival goed uit? Want dat is een ding. Elam. Het is een oud Angelsaksisch woord. Het betekent eigenlijk zoiets als allemaal. Elam komt van eel. Van wat betekent eigenlijk allemaal? Al, allemaal. Dus, en dat is waar Elam voor staat. Ja, want dit is de tweede editie van dit festival. Klopt. En nou ik hier zo rondloop, toen dacht ik van, is dit nou een kopie van het Keltfest wat ooit in Dordrecht werd gehouden? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf nooit op Keltfest geweest. Ergens jammer genoeg. Want ik hou heel erg van deze wereld, ook het Keltische wereldje. Ik hou gewoon van al dit soort evenementen. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat ik toen nog niet in de scene, als je de scene mag noemen, zat. Nou, dat is het wel een beetje hoor, een scene. Ja, dat denk ik ook wel. Ja? Ik ben er eigenlijk een klein beetje ingekomen door een figurantenrol in een Nederlandse Viking-film. Heb ik eigenlijk als extra rondgelopen en mensen leren kennen. Die zaten van in sinds de... wanneer ben je dan begeisterd met cosplay, met de middeleeuwen, et cetera? Dat is eigenlijk gekomen door de film Redbad. En die film, daar heb ik dan een paar kleine figurantenrolletjes in gehad. Meer als zijnde, ik ben wat iemand die dood op de grond ligt. Of ik zit ergens langs de kant. Maar je leert zoveel mensen kennen. Ze zochten bebaarde mannen. Nou, toen had ik nog een heel kort baardje. En nu is hij dus flink aangegroeid. Ja. Dan leer je mensen kennen, het vikingwereldje. Dan ga je een keertje mee naar een andere fest of een festijn. Of evenement, hoe dat je het ook wil noemen. En dan raak je verkocht, dan ben je daar en dan denk je van... En op een gegeven ogenblik dacht je van, ik wil een festival gaan beginnen. Jullie zijn als Festival Elam een nieuwe lood aan de festivalboom, zeg maar. Ja. Want er zijn nogal wat festivals in Nederland, hè? Ja, klopt. In principe, ik denk dat er nog zelfs zijn die ik nog niet eens zo heel erg goed ken. Nee. Ik zit er zelf nog niet zo heel erg lang in de wereld. Want zijn die festivals niet allemaal een beetje hetzelfde? Nou, de ene is bijvoorbeeld meer als cosplay, paradegericht. En wij proberen meer echt een complete mengeling van alles te maken. Echt, mensen mogen komen hoe dat ze willen, ook al lopen ze in gewoon een normale kleding, zoals outfit. Ik. Nou, bijvoorbeeld, ja, ik sta dan in mijn Elam outfit natuurlijk. Ja, ik snap maar, het. Maar de ene die loopt gewoon in zijn normale kleding, de andere loopt als viking, piraat, eigen cosplay. Nou, daar komt toevallig een vriend van mij aangelopen, die is compleet als militair. Het maakt niet uit, zolang jij je prettig voelt. Ja, en dat is belangrijk. Ja. Als jij nu rondkijkt, zijn er nu meer of minder bezoekers dan vorig jaar? Weet je dat? Heel eerlijk, eerste editie is mij zo voorbij gevlogen. Ik heb rondlopen rennen, we hadden een heel klein team en die hebben allemaal zichzelf uit de naad gewerkt. Dat doet het met je. Ja, dat raakt u emotioneel. U bent vooral gewoon heel erg trots op dat team, dat zie ik bij u. Absoluut. Ja. Dat jullie het voor elkaar hebben gekregen. Een groot deel van het team van vorig jaar
zijn ook gepakt. We hebben best wel wat mensen die voor de eerste keer hadden van, oh, het is leuk, het is nieuw. Nog nooit gevrijwilligd op een evenement. Nee. Maar gaat u nou zelf ook nog een beetje genieten van dit festival? Ik ben al zoveel meer aan het genieten als vorig jaar. Wanneer is het festival voor jullie geslaagd? Als de mensen genieten en naar de rand ook zeggen van, hey, leuke editie, wanneer komt de volgende? Volgend jaar, dan is de kans weer aanwezig, of zelfs misschien groot, dat ook de gemeente Dordrecht weer mee gaat werken om een festival als deze te realiseren. Ik hoop het wel. Ik hoop dat de gemeente Dordrecht wederom blij met ons is. Ik ga jou een fantastisch weekend wensen. Dankjewel. Succes met de organisatie, maar probeer ook te genieten. Nou, en nogmaals, wees trots op je team. Dat doe ik zeker. Dankjewel. Okay, dankjewel. Dag, mevrouw. Wat ziet u er betoverend uit? Dankjewel. Ja. Bent u een heks? Een heks, ja. Ja? Ja. En is dit nou cosplay of is dit nou, ja, wat ik hier allemaal zie? Ik denk meer gewoon om verkleed te zijn en een ander te kruipen. Niet zozeer crossplay. Ja. Wat maakt het nou dat u dit zo leuk vindt? Net wat ik zeg, iemand anders zijn. Maar u wilt? Ja, in een ander kruipen. U bent wel tevreden met uzelf? Jawel. Oh. Maar dit is toch iets meer, je durft meer. Je durft meer? Ja. U durft meer als u verkleed bent? Ja. Durft u ook meer te zeggen als u verkleed bent? Ook wel, ja. Of durft u wat meer te zeggen dat u zegt, nou ga ik eens gek dansen of zo? Bijvoorbeeld, ja. Ja. Dus u gaat schuil achter uw alte ego. Weet je wel. En dan komt u meer uit de verf. Ja. Het is interessant. Ja, toch? Ja. Een bezemsteel. Nou, dat zou natuurlijk heel flauw zijn als ik ga zeggen, daar vliegt u op weg, hè? Op deze niet. Op deze niet, wel op een andere. Misschien wel. Misschien. Nou ja, als ik u een keer zie passeren, dan ga ik zwaaien. Dan zwaai ik terug. Gaat u trouwen? Bijna. Bijna? Nee hoor. Oh nee, want u ziet er als een bruid uit. Oh, bedankt. Of zie ik dat verkeerd? Dat klopt, het is een oude bruidsjurk. Oude bruidsjurk. Ja. En u beeldt ook echt een bruid. U heeft een prachtige kroon op. Wat is uw personage? Nou, hij is nog geen wording. Het moet lentevee worden. Lentevee? Ja. En wat moet er nog aan gebeuren voordat u klaar bent dan? Nou, er moet nog heel veel stof bij en bloemetjes en alles. Nog meer stof? Ja, nog meer stof. Hé, maar echt serieus. Dit is echt een oude trouwjurk. Is het je eigen trouwjurk? Ja. Van hoeveel jaar geleden? 20 jaar geleden. En is de man ook nog in beeld of niet? Nee. Die is weg. Ja. Zou u opnieuw willen trouwen? Nou, niet meer. Nee. Ik denk niet dat nog lukt. Nee. Met deze jurk. Maar u bent nu alleen of? Ja. Oké. Maar stel dat er de prins op het witte paard voorbij komt. Ja, een of andere mooie kelt. Ja. Dan staat u er wel voor open. Zeker wel. Nou, bravo. Dat was goed. Dank u wel. Maar wat beeldt u uit? Ik ben een zee-entrepreneur en een muzikant. Oké. Ja, want ik zie ook castagnettes hangen. Ja. Wat doet... Ja, dat maakt lekker geluid wanneer ik aan het lopen ben. Ja. Is dit nou het enige kostuum wat u heeft? Of, Nee, ik heb er ook nog wel wat meerdere. Ik heb ook nog een Viking kostuum. Ik heb een harnas gebaseerd op Sauron. Oké. Van Lord of the Rings. Ja. Ja. Weet je nog wat je eerste kostuum was ooit? Mijn eerste kostuum? Ja, dat was een beetje ranger-achtig. Dat was toen ik nog een klein jochie was. Ja. Had ik allemaal een leer hesje ergens vandaan. Nog leren armbeschermers die ik in een tweedehands winkel zag. Waarvan mensen dachten van, ja, wat is dat? Dat ik dacht van, hé, dat zijn bovenarmbeschermers. Ja. Kom je op festivals nou vaak dezelfde mensen tegen? Ja, heel vaak. Ja? Het is een wereldje wat elkaar wel kent. En überhaupt, ik ga ook naar live action roleplay evenementen en die gaan ook wel vaak hierheen. En tot slot, je hebt boodschappen gedaan of wat is dit? Dit is een drum.
heb jij op je rug? Dit is Vloestever. Nog één keer. Vloestever. Vloestever. En moet ik hem kennen? Of, Nee, het is, ja. Ik heb hem gevonden in het bos. En toen was hij zijn moeder kwijt. En toen is hij bij mij ingetrokken. En nou is het mijn huisdier. Is dat echt waar? Mm-hmm. Oké. Maar ben jij steampunk? Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, maar steampunk, is dat geen cosplay? Ik zelf persoonlijk vind het wel cosplay. Ja? Ja, het hoort er wel bij. Ja, want cosplay, dan kruip je in de huid van een bekend figuur. Nee. Je gaat het... Nee? Oh, nee, ik zelf niet. Je hebt wel mensen die dat inderdaad doen. Toch doen, hè? Ja, maar ik zelf heb dan de rol van een avonturier die mystieke wezens zoekt, zeg maar. Ja, oké. Dus ik doe niet echt specifiek iemand na cosplayen of mijn eigen rol. Als jij in jouw directe omgeving vertelt dat jij dit in het weekend doet, hoe reageren mensen dan? Wat zijn hun reacties? In eerste instantie vragen ze heel vaak van wat is het eigenlijk cosplay? Maar na de rand krijg ik veel van, oh wat gaaf dat je dat zelf maakt en zelf doet. En dat je daar het lef voor hebt om te doen. Ja. Er zijn toch veel mensen die het heel eng vinden om te zeggen van, nou ik wil het een keer proberen. Nou zei er net iemand tegen mij, als ik verkleed ben, dan durf ik meer. Ja. Klopt dat? Ja, aan één kant wel. Ja, ik merk zelf heel erg als ik gewoon over straat loop of in de auto stap, net zoals vanmorgen om hier naartoe te komen. Dan kijken mensen toch aan van, hè? Maar als je hier bent, heb je wel zo'n open vriendelijkheid en begrijpzaamheid. En maak je hier snel vrienden? Ja, ja. Ja? Ja, want net ook had je een danslesroutinetje, zeg maar. Nou, je springt er gewoon in van, oh, mag ik nog bijschuiven? Ja, kom maar. En dan praat je toch ook weer met mensen. Je ziet anderen ook weer op de andere evenementen. Dus je maakt heel snel contact met elkaar. Oh, dank jullie wel. Met de hond erbij. Dat is een grote teddybeer. Dat is een grote. Even tussenin. Studio? Ik dacht echt, het zijn twee echte kinderen. Ja. Maar vertel eens, wat is het verhaal achter de twee poppen? Het verhaal is, wij kunnen 90% geen kinderen krijgen. Ja. En we hebben voor deze twee schatjes hebben we ervoor gekozen om dat in onze familie te houden. Dus dat is een wat moet ik zeggen, compensatie? Ja, een compensatie voor drie, zeg maar. Ja, want jij zegt 90% kans dat wij geen kinderen kunnen krijgen. En ja, daar kan inderdaad een groot verdriet achter zitten. Ja, zit bij ons zit er best wel een... En hoe lang proberen jullie al kinderen te krijgen? Ik denk ruim 4 jaar. 4 jaar? Ja. En ik ben ook niet meer een van de jongste meer. Dus nee, want mag ik vragen, hoe oud bent u dan? 47. Nee, ja. U mag niet liegen voor de camera, hè? 47. Echt waar? Ja. Oh, u ziet er wel jonger uit. Nou, dankjewel. Ja, hoe oud bent u dan, mevrouw? 32. 32. Oh, mag ik niet vragen aan de dame, zegt de cameraman. Maar hij is ouderwets. Ja, ik ben progressief. Snapt u? Maar even terug naar de poppen. Hebben ze nog een naam? Ja, Marieke en Glivano. Marieke en? Glivano. Wat een prachtige naam. Ja. En zouden als je echte kinderen zou hebben gekregen, zouden ze ook die namen hebben? Dan zouden onze kinderen ook deze twee namen gekregen hebben. Want jullie zijn ook schitterend verkleed. Dank vooral u, mevrouw, mag ik heel eerlijk zeggen. Niks te nadelen van u verder. Maar de kinderen, die zijn ook verkleed. Ja, klopt. Ja, en als echt onze eigen kinderen waren, we hadden ze ook zo Maar krijg je er wel eens reacties op als je met deze kinderen heel loopt? Heel veel positieve reacties. Ja? Maar een heel enkele keer een negatieve reactie, maar weet je, dat hoort erbij.
En het is gewoon van, ja, weet je, dan laat ik ons achter. Ik wens jullie een heel mooi weekend. Ja, geniet ervan. En ik hoop voor jullie dat de wens nog een keer uit gaat komen. Ja. We gaan het wel zien. En als het niet zo is, geniet vooral van deze twee. Op zeven. Ja? Oké, okay, dankjewel. Hey, fijne dag. En beste kijkers, ik sta hier met Hanneke. En zij is, ja, welk specialisme heb je? Ja, westerzwaardvechten. Westerzwaardvechten. Ja. En kun je mij dat ook leren? Dat kan ik jou zeker leren, ja. Ja, en maar ga ik gewond raken? Dat is niet de bedoeling, absoluut niet de bedoeling. Bij deze stijl zorgt het er ook voor dat eigenlijk het hoofd, de onderarmen en de onderbenen niet geraakt worden. Okay. Dus eigenlijk alleen de zachte delen zijn officiële raakpunten. Okay. En daarmee proberen we zoveel mogelijk veiligheid te waarborgen. Okay. In de naam van White Sword. Zweert u ons trouw? Zeker! Welkom. Dank u wel. Weet u hoe laat het is? Nou, de batterij is net een beetje over. Nou, hij gaat weer lopen, maar hij loopt niet meer helemaal op tijd. Maar ja, deze Victoriaans is toch sowieso niet meer in de tijd. En wat betekent dat dan precies? Steampunk is Victoriaanse tijd, maar in plaats van dat ze doorgaan met de elektrische tijd, zijn we blijven hangen in het stoomtijd. Oké. Okay. Ja, want kan deze wagen ook echt rijden? Ja. Ja, en waar is de chauffeur dan? Nou, er zijn er verschillende die zitten binnen. Ja. Maar we, dit moment rijden we even niet vanwege het terrein. Maar hij kan rijden, ik heb ook nog kleine wagen. Want het terrein is wel drassig, hè? Ja, daarom. We zijn een beetje bang dat hij anders... De stoom is niet zo sterk dat hij dat aan kan. Door wie bent u geïnspireerd, mevrouw? Ja, het is een beetje Jules Verne-achtig, hè? Dus dat, en ja, ik doe gewoon wat ik zelf zin in. Ja, echt waar? Ja, het is Victoriaans tijd, maar ja, ik doe het toch wel een beetje mijn eigen stijl eraan geven. Ja, en wat doet u in het dagelijks leven? Ik werk bij een heel groot Zweeds woonwarenhuis bij het eetgedeelte. Oké, dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. En in het weekend gaat u escapen en dan gaat u naar de Victoriaanse tijd. Ja, heerlijk is het. Ja, houdt dat alles een beetje ook in balans? Kijkt u er ook echt naar uit? Ja, het is even eruit, even alle sorens achter je laten, even gewoon problemen weg, even... Ja. Nou hoorde ik dat er zijn mensen die zeggen van als ik verkleed ben, dan durf ik meer. Dan ben ik een ander persoon. Ja, je bent iets meer in character, dus je durft inderdaad wat meer. Het ligt ook natuurlijk aan de mensen die hier rondlopen, maar je gaat gewoon iets meer ervoor. Je durft wat meer. Je kunt wat meer jezelf echt zijn, denk ik. Maar dat kunt u niet bij dat grote Zweedse warenhuis. Nou, jawel, maar ja, we hebben natuurlijk klanten. Ja? Dan kun je niet altijd alles tegen uiten. Nee, maar tegen die klanten zegt u niet van dan in het weekend dan... Zeg ik ook gerust. Ja? En dan kopen ze niks meer. Oh wel. Ja? Ik heb zelfs mensen geïnspireerd om ook hier te komen. En is dat gelukt? Ja. Ah, leuk. Zelfs collega's heb ik overgehaald en die komen hier nou al jaren. Dus, en die komen ook verkleed? Ja, ook verkleed. Echt waar? Ja, maar als je er eenmaal in zit, als je de sfeer ervaart... En die komen verkleed als Billy? Nee, Billy Eilish misschien. Ja. Nee, maar als je het geen met ervaart, je echt voor de sfeer gaat, dan merk je hoe het is. Dat het gewoon veel vrijer is, veel opener, dat mensen veel meer van elkaar kunnen hebben ook hier. Ja. Als je op een ander feestje gaat, zo'n housefeestje, als je daar een glas drinken uit iemands hoofd, handen stoot, dan heb je gelijk ruzie. Ja, dat klopt. En hier is het van, hey, zal ik een nieuwe voor je halen? Zullen we samen delen? Dat geeft ook een heel veilig gevoel. Het is een heel veilig gevoel. Ja. Ik ga jullie een heel mooi weekend wensen. Dank u wel. Fijn weekend. U ziet er schitterend uit. Dank u wel. Het gesprek daarmee beginnen. Dank u wel. Nou heb ik een beetje begrepen, ik loop hier nou heel de middag rond, dat het verschillende stromingen zijn. Fantasy, klopt. Steampunk, cosplay, piraten, et cetera. Ja, nou, klopt. Maar welke categorie? Vikings. Yes. Oké. Okay. En wat is zo mooi aan de Vikings voor u? Ja, ik denk het hele ruwe, denk ik. En gewoon de geschiedenis erachter. Dat ze hun eigen cultuur hadden. En zeevaarders waren richting Engeland. En daar natuurlijk, het waren dan niet bepaald lievertjes, hè? Nee, maar ja, goed.
Het gebeurt tegenwoordig ook nog steeds, hè? Ja. Hoe is het tot nu toe hier? Ja, het is geweldig. Want ik hoor mensen ook zeggen van, gelijkgestemde, prettige sfeer. Ja, absoluut. Dat klopt. Ja, het is heel gemoedelijk. Ja. En iedereen heeft het naar zijn zin. Ja. En, dus. En door wie bent u geïnspireerd om, zeg maar, verkleed te gaan? Hoe lang is dat geleden? Wij zijn vorig jaar voor het eerst hier naartoe gekomen. Ja. Eigenlijk hun normale kleding. Ja, want waar komt u vandaan? Ik kom uit Dordrecht. Uit Dordrecht? Ja. Oké. Okay. Ja. En we hebben hier rondgelopen en gekeken van, joh, wat voor, wat is het eigenlijk? Ja. En wat voor stromingen heb je? En dat vikingen, dat sprak ons het meeste aan. Oké. Okay. Dus toen zijn we zelf dingen gaan klussen en zelf gaan maken. En, dus dat heb je helemaal zelf gemaakt? Soms is gekocht, maar bijvoorbeeld dit is allemaal zelf gemaakt. Dit is zelf gemaakt. Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Ik ga jullie een hele fijne dag wensen. Dankjewel. Maak er een mooi weekend van. Zijn jullie hier 1 of 2 dagen? Misschien morgen. Ja? Ligt aan het weer. Oké. Okay. Dat ligt aan het weer. Ja, maar we zijn ook voor deze fantastische band. Oké, die gaan zo meteen spelen. Dus ik ga gauw afsluiten, ja, want anders horen de kijkers mij niet meer. Dankjewel voor het interview. Goed. En tot zover deze aflevering van Op Pad met Ad. Ja, en waar mijn pad ons volgende keer naartoe leidt, de muziek gaat spelen. We wachten het af.